Jongens, het klimaat is toch rechts? Hoezo zou dat een ding zijn van linkse emotionele types? Het is toch gewoon enorm rationeel. Gewoon meten. Wetenschappelijk checken. Klimaat is een rechts ding. Want rechts staat toch voor traditionele waarden? Je wilt toch een Nederland waarin appels groeien en geen bananen? Nederland is zo mooi. De rivieren, de kust. Nederland krijgt enorme kosten als de zeespiegel stijgt. Enorm dure, dikke dijken zullen het landschap verpesten. Rechts is toch realistisch? Niet idealistisch? De economische kosten van klimaatverandering die zijn immens. De dijkverzwaringen, de schade aan oogsten door de storm, droogte en ander heftig weer. Het gaat ons veel meer kosten dan als we nu temperatuurstijging verder voorkomen. Rechts wil toch een kleine overheid, minder regels? Laten we dan toch al die belastingvrijstellingen afschaffen. Die immense subsidie die de regering gunt aan grote oliebedrijven zoals Shell. Dat is toch een totale onzin. Het is toch rechts om keihard op te treden tegen profiteurs. De mazen van de wet te dichten. Kijk, ik ben ondernemer. Ik werk hard voor mijn geld. Ik heb geen leger fiscalisten, lobbyisten en juristen om mijn belangen te behartigen en deals te sluiten. Stop daarom werkende mensen, ondernemers, MKB, BTW-verhogingen op te leggen terwijl multinationals buitenschot blijven. Normaal doen was de slogan van de VVD. Ik snak naar een wereld waarin we normaal doen. Waarin je betaalt als je vervuilt. En waarin iemand die hard heeft gewerkt gewoon als hij 65 jaar is zijn pensioen krijgt. We hebben zoveel welvaart. Zorg dan dus ook dat gewone, hardwerkende vakmensen daarvoor worden beloond. Is dat onhoudbaar? Nee, het is onhoudbaar dat werkende burgers nog steeds geen bescherming krijgen tegen robotisering, de automatisering. Dat kan heel goed in de vorm van een welvaartsdividend, een aandeel voor elke burger van de winst die wordt gemaakt door grote bedrijven, multinationals zoals de tech-industrie. In Alaska, dat is toch de meest rechtse staat van de VS, daar krijgt elke burger deel. In de olieopbrengst, als een soort basisinkomen. Dat is toch rechts om te krijgen, waar je recht op hebt? En is Nederland niet van de Nederlanders? Waarom krijgen we dan geen dividend over het aardgas dat nog steeds naar boven komt? Waarom kan Shell belasting ontduiken en in 2018 63 miljoen euro winst maken per dag? Dat is ons gas. Het is van onze aarde. Rechts staat toch voor eerlijk je geld verdienen over je werk? Waarom kun je dan eindeloos veel rente heffen over je kapitaal? Niet dat je niet door te werken, maar door het erven van papa hebt gekregen? Waarom kan iemands rijkdom zo toenemen als hij zijn geld belegt in pandjes en dat gaat verhuren? Kijk, in steden als Amsterdam zijn het de creatieve ondernemers. Het zijn de kunstenaars, de culturele instellingen die die stad waarde geven, die het bruisend en aantrekkelijk maken. Laten ze dan toch ook eerlijk gewoon hun geld kunnen verdienen en niet de stad uit moeten vanwege die torenhoge huizenprijzen. En migratie. Het is toch heel rechts om dat niet te willen? Laten we er daarom voor zorgen dat miljoenen mensen niet op zoek naar leefbaar land hoeven te gaan als de droogte steeds erger wordt. We hebben gezien hoe de oogst in Syrië in de jaren voor de oorlog mislukte door gebrek aan neerslag. Dat is een factor geweest bij het ontstaan van de oorlog en de vele, vele vluchtelingen die het gevolg zijn. Laten we een muur bouwen. Niet van prikkeldraad, maar een groene muur van vruchtbaar land ten zuiden van de Sahara om de woestijnvorming te stoppen. Als jij in mijn tuin scheidt, geef ik je een rotschop. Dat is toch rechts? Waarom kunnen bedrijven uit heel Europa hun afval naar Rotterdam vervoeren en waarom verdween een deel daarvan jarenlang ongestraft het binnenwater in? En als je hulpverleners aanvalt, dan geef ik je een rotschop, toch? Dat is ook rechts. Hoe kan het dan zijn dat een rechtse regeringspartij een berg geld verspilt aan een hoger beroep tegen een uitspraak van de rechter dat de regering haar eigen burgers moet beschermen en haar klimaatbelofte dient te houden? Rechts wil een sterke leider. Ik wil ook een sterke leider. Iemand die niet de schimmige lobby van multinationals volgt, maar die helder kijkt naar wat goed is voor de toekomst van een land dat onder de zeespiegel ligt.
Er is helemaal geen idealisme nodig voor een rechtvaardig klimaatbeleid en het beschermen van werkende mensen. Het is een kwestie van eerlijk, logisch, normaal nadenken. En dat is best rechts, toch?